Karen Dame heeft een plaat opgenomen. En vanaf vandaag is die plaat er ook effectief. Dinsdag was er de grote interviewdag en onze reporter had de eer om de spits af te bijten. Afspraak om 10 uur in de ochtend in Rumst. Uiteindelijk kwam Karen om 22:30 toe. Met in haar kielzog de cameraploeg van Karen maakt een plaat. Karen had er op dat moment al 4 uur draaien op zitten, want om 6:30 in de ochtend begon de ploeg haar al te volgen. Zo vroeg opstaan, hoe voelde dat nu eigenlijk? Met een nog moe gevoel, zoals altijd. En ik vind het vooral heel leuk, ik vind het spannend, ik vind het plezant dat ik eindelijk over de liedjes kan praten, over de cd kan praten. Ik ben ook heel benieuwd naar de reacties, want alle journalisten hebben natuurlijk de cd gekregen, dus ik ben heel benieuwd wat ze vinden. En ik vind het spannend, maar leuk. Zeg Karen, met welke opmerking over jouw album kan een journalist jou vandaag kwaad maken? Met de opmerking dat het slecht gemaakt is. Dat het uw stijl niet is, kan ik volledig mee leven. Ik hou ook lang niet van alles. Maar je kunt wel horen wanneer er iets professioneel en met heel veel moeite en heel veel liefde en overgave aan gewerkt is. En wanneer het maar rap is opgenomen. Dat verschil hoorde wel, vind ik. Nogthans heb ik gehoord dat het op een bepaald ogenblik rap moest gaan. Daar ging het over het inzingen. Dat was even tegen de tijd, tegen de klok, enorm hard. Maar dat wil niet zeggen dat we het ook rap hebben gedaan en dat we rapper content waren. Zeker niet. Maar dat klopt wel. Tegen het einde was het een beetje een race tegen de klok, ja. Je hebt nogthans een jaar tijd gehad. Wat heb je heel dat jaar eigenlijk gedaan? Ik heb een programma opgenomen met James, Camping Karen en James. We zijn op vakantie geweest. Ik heb Perfect opgenomen. Ik heb de 20 kilometer gelopen van Brussel. Ik heb in De Slimste Mens gezeten. Ik heb tv-opnames gehad. Ik heb heel veel dingen daartussen moeten doen. Waardoor ik mij sowieso niet alle dagen 24 op 24 met die plaat kon bezighouden. Maar vanaf dat al die andere dingen, die dingen die erbij kwamen, achter de rug waren, dan was het enkel nog maar de plaat, ja. Die plaat is er. Welk gevoel heb jij daar nu bij? Ik denk niet dat ik ooit in mijn leven al zo trots ben geweest. Jawel, toen mijn zoon geboren was. Maar voor de rest is deze echt wel mijn tweede kindje. Ik ben er echt zo trots op. Die staat op in mijn auto en... En ik skip geen enkel nummer. Je kunt dat zo hebben met cd's, dat je denkt van, oh nee, de 4 vind ik maar niks, dat skip ik. Ik heb dat niet. Ja, juist een ander spoor skip ik, omdat ik dat nu echt al wel dikwijls heb gehoord. Maar ja, ik blijf dat echt heel goed vinden. En elke keer denk ik, verdorie, dat ben ik. Allee, jong hoor, dat is mijn liedje, dat is mijn cd. Drink nog altijd niet goed door. Is dit echt jouw album nu? Dit is 100% mijn album. Wat andere mensen misschien ook schrijven of denken. Dit is van mij. Er staat niets op dat ik niet leuk vind. Ik heb niks tegen mijn goesting gedaan. Ik heb geen compromissen gesloten. Er staat niks op waarvan ik denk, dat had ik toch liever anders gewild. Dus het is volledig mijn plaat.